ik ga vuren. Jeroen van Inkels, Tour of Duty, Radio Veronica. Ik ben onderweg naar de gemechaniseerde brigade. Ik ga straks, als het goed is, schieten met een CV90. Maar voordat ik dat kan gaan doen, moeten we eerst gaan oefenen op de simulator. En die staat hier ook op mij te wachten. Ik ben licht gespannen. Wel stoer. We gaan het lezen of niet? Lezen? Ah. Straks even. Ja. Yes? Dan gaan we terug. Ja. Willy! Ik weet niet wat ze nu aan het doen zijn, maar dat ziet er ook wel heel spiffy uit. Top. Breed maken, instuigen. Hier zit de pad staan. Links draaien, naar links draaien. Nou, we hebben dus behoorlijk getraind net met deze leuke unit achter ons. Kijk, die zie je daar zo. Het lijkt wel een soort veredelde kerstboom. Je stem komt mij bekend voor, maar ik herken niet wie jij bent. Uw naam was? Ja, Jeroen, dit is echt. Kijk, ik zie er zo echt uit en het ziet er echt heel stoer uit. Maar ik heb net al met de jongens een proefrondje mogen doen achterin panzervoertuig. Ik voel me echt. Ja. Een clown. Dus het doel is van trainen dat je steeds beter in wordt. Dus, dus het idee is om jou hier achter te laten de komende week. En dan komen we jou volgende week weer ophalen als het helemaal goed is. Ja, middendoel lezen. Ja. Lezen? Ja. Aanrichten. Herstel. Ik richt. En ik ga vuren. Fucking hell. Dit was echt wel waar. Dit was een bijzondere ervaring die ik vandaag hier heb gehad. Hoeveel euro heb ik nou weggeschoten eigenlijk? Ja, de patronen die je hebt weggeschoten, dat zijn oefenpatronen. Okay. De echte patronen die zijn een stuk zwaarder en die zijn ook een stuk duurder. En hoe zag het er van buiten uit, Martijn? Nou ja, het stomme is, kijk, ik had ook een soort taak. Ik moest namelijk met de jongens achteruit het panzervoertuig komen. En dan zeg maar een beetje het veld in. laat ik het zo zeggen. 5% van die opdracht die ik had, die is gelukt. En de andere 95% is helaas mislukt. Maar dat denk ik zelf. Ik weet niet, hoe zag het er van buiten uit? Dit is natuurlijk professional. Ja, nou, je ziet al dat er heel veel op je afkomt. Je zit binnen in de 97. Er gebeurt van alles. Je maakt tempo, je maakt snelheid, je weet niet wat er om je heen gebeurt. Ineens gaat de klep neer, je krijgt zonlicht en je bent ervan. Je zit midden in het gevecht. En dat is ook de wereld waarin de jongens achter in de 97 zitten. En dat heb je nu kunnen meemaken. Ja. Is er nog een ding wat ik zeg maar als leek, wat wij als leken echt moeten weten? Ja, het is een veelgemaakt misverstand. De 97 ziet er groot uit, robuust, zwaar wapensysteem, maar het is geen tank. Een tank heeft een nog groter wapensysteem, is nog beter bepanserd. Er kunnen overigens geen infanteristen uitkomen. Maar sinds kort hebben we samenwerken met het Duitse leger. En daar hebben we nu wel de mogelijkheid tot het samenwerken met tanks. En als dit voertuig samenwerkt met een tank, zijn grote broer eigenlijk, dan komen de kwaliteiten van de 97 het best tot uiting. Dus dan is die op zijn sterkst. Is er wel eens jaloezie? Want ik kan me best voorstellen, kijk, ik heb gered voor mijn leven net. Ik zie Jeroen gewoon lekker met een sigaar daarboven in zitten. Een beetje lekker op een visstoeltje gewoon. Werkt dat niet zo? Nou ja, het is gezonde concurrentie. Hè.
mensen die achterin zitten, ja, die stijgen uit, die zitten in de open lucht. De mensen die in het voertuig zitten, ja, die zitten in het voertuig. Maar als het een lekker zomer, zonnig dagje is, ja, wat heeft dan een voordeel en een nadeel? Dat kan je zelf invullen. Als je ons beide een cijfer zou moeten geven voor wat we vandaag gedaan hebben, wat voor cijfer krijgen we dan van? Ik weet niet of het een cijfer is uit te drukken, maar ik weet zeker dat jullie allebei goed je best hebben gedaan. En ik ben blij dat ook jullie deze ervaring hebben kunnen geven. Oké, dus ik een 9. Ik zeg het maar. Nee, dankjewel. Jeroen van Inkel, Tour of Duty, Radio Veronica.